Minister Albert Ramdien van Bibus heeft gisteren in het kader van effectieve en efficiënte visumverlening een ontmoeting gehad met de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan. Daarbij zijn voornamelijk de uitdagingen besproken waarmee Surinamers geconfronteerd worden bij het aanvragen van een Schengenvisum. Enkele brandende issues werden aan de orde, welke aan de orde zijn gesteld, waaronder de lange wachttijden voor een visum, het lang wachten van burgers buiten het kantoor van VFS en de korte validiteit van de verstrekte visa. De Surinaamse bewindsman benadrukte de wens om deze uitdagingen aan te pakken en te zorgen voor een tijdige afhandeling van de visumaanvragen. LVV Nikeri heeft afgelopen zaterdag een werkgroep geïnstalleerd om de stalweide te Nanipolder, bekend als de stalweide blok 3, te ordenen en samen met de veehouders te komen tot een professionele aanpak van de veeteelt in dat gebied. De stalweide blok 3 omvat ongeveer 370 hectare grond waar een groot aantal runderen van een onbekend aantal veehouders op grazen. Het gebied wordt geregeld in de regentijd geplaagd door wateroverlast en watertekort voor de runderen in de droge periodes. De werkgroep moet bijdragen tot het verhelpen van deze problemen. In het dorp Boslanti te Brokopondo heeft de overdracht plaatsgevonden van twee nieuwe onderwijzerswoningen. Minister Gracia Emmanuel van ROS heeft de sleutels van de woningen vrijdag overhandigd aan het schoolhoofd. De leerkrachten moesten voorheen lange afstanden afleggen om de school te bezoeken. De woningen zijn naast de school gebouwd en zijn elk voorzien van twee slaapkamers, bad, toilet en een balkon.